Het apparaat moet weten wat links, rechts is, voor, achter. Op basis van het magneetveld. En de gyro's. Gebruikelijke routine. Om de quadcopter zelfs een oriëntatie te laten weten. Dan weet hij wat boven onder is, wat recht is, wat helemaal schuin is. Ja, ik kan een filmpje maken. Ja, leuk dan, ik film nou ook. Kijk of ik nog verder kan inzoomen, acht keer inzoomen. Wow, het is rustig. Ze zijn allemaal rustig komen. Rob. Permanent aan mijn been vast, maar zo. Waar ben je kop daar? Daar. Kom maar, nou, je durft hier al meer dan ik heb gedaan, dat weet ik nou al. Een hoop voor de concurrent. Ik ben al redelijk ver geweest. Maximum is 250 meter of zo. Kwart kilometer. Nee, ik hoop niet op mijn arm lekken. Het waait behoorlijk, maar hij wiebelt in niks. Althans, dat je kunt zien. Ja, doe stil. Hij filmt nou ook, toevallig? Cool. Dertig meter hoogte. Dan ben je dus zo klein. Als je dan links, rechts... 30 meter hoogte. Kijk, dit is volgens mij wat maximaal... Letterlijk. Ik ben je kwijt. Oh nee. Even een tip voor de jongens. Omhoog doe je met kracht en naar beneden juist niet. En je stuurt met kracht. Dus als je naar beneden gaat, stuur je met minder. Snel doe je omhoog, langzaam doe je naar beneden. Heel snel naar beneden betekent niet sturen. Vind je het trouwens erg als ik dit filmpje gebruik, Freek? Jij kunt het beter dan ik en het is voor mij dan ook makkelijker om te filmen.
later. Nou, één ding is zeker, dat ding vliegt stabieler dan ik veel. Als je hem stoel houdt is bijna, en je maakt een 360, is het bijna alsof je gewoon op een paal zit. En de camera die hieronder hangt is een eigen ding van DJI of is dit een GoPro? Nee, dit is een eigen ding en deze is er niet meer vanaf te halen. Oké. En welke resolutie filmt het? Nu in 1080p. Ik kan tot 4K, 30 frames per seconde. 4K is 4000p, zeg maar. Dus 4 keer de resolutie van 1080p. Ja. Ik ben al gestopt met filmen. Oké. Ik nog niet. Hoewel die zo ver weg zit, dat scherpstellen. Wil je even vliegen? Nee. Ik vind het mooi zo. En wat ik eerder al zei. Ik wil zeker vliegen. Dus het antwoord is ja. Maar niet nu. Ik ben bang als ik omhoog in de zon kijk dat ik dan zelf achterover val. Ja, daarom ga ik ook expres in de schaduw staan. Daar geen last van. Zeker als ik met spullen van een ander aan de slag ga, dan wil ik dat ik zelf ook op 10. Cool, zo mooi zijn als je hem erop hebt. Ik heb een heel mooi filmpje. Dan word ik half aangevallen door een school-extra. In ieder geval steeds dichter omheen aan het cirkelen blijft. Dat zie je ook duidelijk in het filmpje terug. Als ze langskomen en dan is hij er even weg en is hij aan de achterkant. En dan is hij lang. Toen Rob de quadcopter op had, kreeg ik 100 euro voor de rechten op het filmpje. Dus, Toen Rob die hapte een keer een quadcopter toen hij aan het filmen was uit de lucht. Zo'n kleine hupsan. En toen kreeg ik ineens een mail van iemand of hij dat mocht hebben. En daar kreeg ik toen 100 euro voor. Dat heb ik allemaal aan Rob gegeven, hè? Even wat foto's. Even een beetje hoog. Even mooi die zee erop. Dat is een mooi hoekje, hè? Wat jij nou niet ziet, omdat de zon het ons een beetje verbiedt, is heel Appingedam in je rug. We zitten hier op de punt, bij een molenstraatje, waar het gesplitste riviertje door Appingedam weer samenkomt. In een grasveld. En een punt aan de einde. Ik ben nu bijna 9 minuten aan het filmen. En volgens mij ben ik deze ronde net gestart toen je begon. Dan houdt die accu het lang vol. Ja, 20 minuten. 20 minuten. Dat is wel het voordeel van zo'n DJI systeem. Niet eens hoor. Oh, ik dacht het leuk. Ja, nee, zeker. Oh, wauw, dat ook inderdaad nog niet eens. Je kunt op Google Maps kun je dus terugzien waar je bent. Wacht, ik heb niet scherp. Wacht even. Ik zie vooral reflectie. Ja. Hij stelt scherp op reflectie. En Rob zit mij in de weg. Ja, nou. Niet of de handigste. Nee, dat doen we later. Een keertje apart. Veiligheid eerst. Maar als je een systeem hebt waarbij de fabrikant alles heeft in eigen hand heeft gehad, dus de motors, de besturing, de stroom, dan krijg je al gauw een paar minuten extra ten opzichte van verschillende dingen in elkaar knutselen. Ja. Voor hun loont het om daar een paar knappe koppen gewoon een maand op te laten denken. En dat ene weerstandje net even een tikje beter te doen. Of anders. En jij weet niet eens waar ze het over hebben. Dus voordelen, nadelen. Ze komen altijd samen. Nog even wat dichterbij, shots. Ja, ik ben helemaal ingezoomd, maar ik zoom uit.
Nee, ik zoom er niet uit. Ik blijf hier lekker ingezoomd. Prachtig. De app is gecrashed? Ja. Ah, je voorspelde het al. Ja, ik kan hem met een beetje mazzel kan ik hem herstarten. Er zitten overigens allerlei veiligheidsmaatregelen in zo'n ding. Daarom zijn ze ook niet goedkoop, want dan kun je ook gewoon een gasmaaier in de lucht gooien. Hij heeft een auto, of return to home, een auto take-off. Oh, en dat is wel leuk, dus ja, dat vind ik wel leuk. Moment hoor. Ik ga hem even ergens neerzetten, denk ik. Even kijken. Pilot app is in verstanding. Wat glazuurtjes. Dat is dus een beetje een nadeel nog. De software heeft nog wat. Dat werk nodig. Welcome to your aircraft. Please complete the aircraft status before taking off. Wat ik wil laten zien is een functie die heet Course Lock. Course Lock. Ja, die. Dat ken je misschien? Ja, maar dat is een motor overloaded. Dat is mijn homelock, als ik het goed heb begrepen en je het over hetzelfde hebben, dat als jij de knuppel naar je toe trekt, dat die dan ook naar je toe komt. Ongeacht wat de oriëntatie van het ding in de lucht zelf is. Omdat zo'n ding draait en dan ben je voor, links, achter kwijt en dan denk je, als dat ding op een kilometer afstand is, een heel klein puntje dat je heel snel van je afgaat, maar dan ga je heel snel toch naar je toe, of andersom. En met homelock weet je, als je de knuppel naar je toe trekt, dat die naar je toe komt. Als je nou voor je zit, achter je zit, links zit, boven je zit. Ja. Nee, ik, die software... nee, laat ik even niet zien. Nee. De software doet een beetje moeilijk en dat werkt alleen als de software aanstaat ook. Rob, doe eens rustig. Hoi, auw! Auw, Rob! Rustig.